Q-ijsblok. Op de heuvel in Tilburg en vlak ernaast staat Patricia van Liemt. Jeroen, ik ben naar buiten toe gesleept, want er was in één keer paniek en commotie in de tent. Want het schijnt dat een van de 3 sleutels nu de grond aan het raken is. Dus er is inmiddels een notaris opgetrommeld en die staat naast me. Hoe heet u? Suzanne van Sprang. En u bent een echte notaris? Ja, ik ben een echte notaris. En wat houdt het in? Ja, dan passeer je belangrijke actes, legt alles vast. En voor jullie ga ik vaststellen op welk tijdstip de sleutel officieel de grond heeft geraakt. Nou, je hoort het is echt bloedje serieus hier op de heuvel in Tilburg. Een van de sleutels van de Mini Coopers heeft dus de grond geraakt. Wij duiken nu neer. U mag gaan zeggen stop en dan de tijdmelding. Ja, ga ik doen. Ik stop voor deze sleutel, de eerste sleutel van het Q-ijsblok, de tijd. En die stel ik vast op 1.417.853 seconden. Oké, dat is hem. De eerste. Woehoe! Hey. Dit is wel even een moment, hoor. Ja. Maar goed, nu gaan we dus kijken welke luisteraar het goed heeft. En daar komen wij, als ik het goed heb begrepen, morgenochtend op terug. Klopt dat, Jeroen? Volgens mij gaan we dat zo direct al bekendmaken. Welke persoon dit... Want we kunnen dat... Jullie gaan samen met de notaris in onze database kijken welke naam hoort bij dit getal van 1.417.853 seconden. En daar komen wij dan straks eventjes op terug. Jeetje, Mina, dat zijn toch hele spannende dingen die hier gebeuren in Tilburg.